Betreten 77. We zijn er weer. En we hebben vandaag als speciale gast... Nicky Toet, de cameraman. Hola. Waarom? Omdat die kut Ginger, die heeft zich godverdomme verslapen. Dus zie je nu al wat een negatieve invloed Donald Trump heeft. Ja. Van Leeuwen heeft vannacht gewoon politiek zitten kijken. Wat een sukkel. Diciamo della cerniera, cervico dorsale, quindi tra la settima vertebra cervicale e la prima vertebra dorsale. Vijf reten. Vijf reten. In de gambe. Oké. Ik denk dat deze man wel heel goed weet hoe marketing werkt. Ja, hij heeft zijn PR wel op orde. Ja, toch? Ik denk dat de praktijk waar hij zit beter zou lopen als die chick chiropractor was. Traverso la misurazione dei malleoli. De voeten zijn toch niet belangrijk? We zitten nu naar voeten te kijken en zijn lul. Hij heeft wel een bobbel in zijn broek. Kijk. Oh, doe me een stukje terug. Volgens mij heeft hij een halfie. Ja. Volgens mij heeft hij een halfie. Jullie zien dit niet, maar Nick zat op de tv zijn halfie aan te raken. Ik raakte de tv aan, absoluut. Die chiropractor snapt het. Elke show wordt beter van een heel lekker wijf. Vier reten. Jij bent bang voor vissen? Ja, vissen zijn wel mijn grootste angst. Waarom ben je bang voor vissen? Ik vind het zulke gore, rare... Weet je wat ik het vervelend vind aan vissen? Als ze dood zijn, kijken ze je nog steeds aan met zo'n blik van... Moet je nou? Op dit moment, wat er nu aan gaat komen... Volgens mij komt de moeder van René eruit. Nou, dan weten de reageurders ook gelijk hoe de moeder van René eruit ziet. René gaat het zo hard van duren krijgen vandaag. Ik hoop ook dat hij aan het... Als wij bijna aan het einde van de show zijn, dat hij dan binnenkomt met... Sorry. Heel die boot kantelt ook van dat gewicht. Ja, dat heb ik ook als ik op een boot sta. Ja, heb jij ook dat de crew naar je toekomst... Sorry meneer, ja, met bezems gaan ze ook dan zo. En met water gaan ze ook zo spuiten. Als je probeert van de boot af te spuiten. We moeten genieten van de natuur zolang het nog kan. Want straks is Trump president en dan gaat dit allemaal stuk. Dus vijf reten voor de natuur. René zijn moeder, vijf reten. Deze. Ah ja, deze is... Oh man. Ja! Ja, dit is gewoon geweldig. Dit is zo gaaf. Wij hebben deze maandag... Wij hebben hem samen gekeken. Wij hebben samen zitten foppen zo. Nou lijkt het net, want zo is de kracht van de montage is dat natuurlijk, is het net alsof ze dat verhaal daar ook echt ter plekke hebben verzonnen. They must join the adults at the edge of the sea. Want nu is het net alsof alsof al het vlogtuig een omaatje van de fiets aftrapt, zeg maar. Ja, alsof dit zo, in real time alsof dit echt is. Zo real time gebeurd is. Maar wat ze gewoon hebben gedaan, ze hebben gewoon, weet ik veel, 4 dagen ergens in een hutje geslapen. En dan hebben ze gewoon 4 dagen lang hebben ze shots gemaakt van die beesten. En dan achteraf in de montage gaan ze er een verhaal van maken. Maar wel heftig hoor. Ben je echt net 2 seconden geboren, dan zie je dat een soortgenoot wordt opgevroten door een stel slangen. Dan moet je zelf nog. Ja, maar stel dat je dit dan in het echte leven doet. Weet je, dat je dan een net geboren baby hebt. Na de geboorte meteen in een slangenkuil te gaan. Ja, gewoon naar Blijdorp gaan. Gewoon naar Blijdorp gaan. Naar zo'n hop, in het slangenverblijf. Filmen. Bam. Daar komen die likes, jongen, als een malle. Marine iguanas lay their eggs in sand. Trouwens, de stem die dit doet, David Attenborough, toch? Dat denk ik, dat is de enige man, denk ik, die dat als ik seks heb... Ja, ik heb ook wel seks. Maar als ik dan seks heb, dan mag hij dat narraten. Ja. Dat mag voor mij. Gewoon live in de kamer? Absoluut. Vind ik niet erg. Dat mag. And now you see the one-eyed snake trying to get in the dark hole. Race of snakes. Natuur, daar moet je van genieten. Want Trump is nu president en dan gaat alles weer stuk. 5 leguanen voor dit filmpje. He points to a knife tucked into his pants. I have one knife. Give me money. Ik vind het wel grappig dat je als overvaller dat je het aantal wapens kwantificeert. Als je gaat overvallen. Goeiedag, ik heb 1 mes. En een pistool en een muntstukje van 50 cent. The 46-year-old goes out the back. Instead of getting cash, he grabs 2 cleavers. Mijn autistische inborst irriteert zich mateloos aan het feit dat ze 3 rode krukken hebben en maar 2 gele. En verder... Maar ik vind wel dat dan in zo'n Chinese winkel de kleur geel wel in de minderheid is. Yeah, you have one, I have two. I have a 2 knives, city walk. 2 hakbijlen. Ja jongens, tegen zoveel stereotyp racisme kan ik niet op. 2 leten. This is extremely
he said, oh, he's drooling. Hij zegt het eerlijk. Hij reageert een beetje zoals ik zou reageren als René, de moeder van René de broek uitdoet, weet je? Ik word nooit meer uitgenodigd bij René thuis straks. Nee. Ik wil me oprechte excuses maken tegenover de moeder van René. Ik zou juist heel blij worden als ze de broek naar beneden doet. In principe is het wel een goede metafoor voor Trump. Want die gast zegt gewoon heel eerlijk, luister, dit is heel zuur. Je gaat dit haten. Je vindt het verschrikkelijk. En toch neemt hij een lik. Ja, maar dat Trump... is precies wat er in Amerika is gebeurd. Ik hou van filmpjes die een goede metafoor zijn voor politiek. Want politiek is echt fucking awesome en totaal niet saai. Oh jawel, politiek, één reet. We kwamen uit Zwitserland voor het Dumpert Filmpje Werkplek, maar wat dat precies is gaan we nog niet zeggen. We hadden een auto, het knopje zat er aan de voorkant, naast bij de passagiersstoel. Dat je kon je indrukken, ging de achterbak open. En René doet steeds de achterbak dicht en ik deed steeds dat knopje. En hij had het niet door. En hij had het niet door. Eigenlijk is René dat kleine meisje. En ik ben gewoon die sadistische vader die kaart zit te gieren achter het raam. De conclusie van dit verhaal is René van Leeuwen is een klein meisje. Dat vind ik het beste aan dit hele verhaal. Dit muziekje lijkt wel alsof er iemand overleden is. Ja. Dat ze op zo'n wake zijn, het is zo'n waken bij iemand binnen. En die vader verveelt zich op die dat er iemand dood is. En die gaat dan kaart zitten lachen, die gaat zijn dochtertje pesten. Als de context is dat hij ondertussen op een waken is, is dat een beter filmpje. Ja, toch? Ja. Kinderen zijn sowieso de ultieme SOA. Je krijgt het door seks en je komt er nooit meer vanaf. Nou ja, je kan er wel vanaf komen. Nee, maar zijn niet de ultieme SOA. Kinderen die dan aids hebben. Dat is wel de ultieme SOA. Het leukste aan het filmpje vond ik dat we gewoon van een leuk filmpje terechtkwamen op kinderen met aids. 4 reten. Vader van het jaar. 6 reten. Oh nee, wat we. Ik moet zelf monteren. 5 reten. Het is toch weer white privilege, hè? Dat hij dan weer niet nat wordt van de splash. Ik vind het dan wel weer racistisch, inderdaad. Ja, racistische duinruil. Ja. Als ik een kamer vol met vrouwen instap, dan krijg ik ook zo'n golf over me heen. 5 reten voor mij. Als René hier had gezeten, had hij ongetwijfeld een rating gegeven met het woord hoer of nazi. Dus bij deze, ter eerbetoon aan René, nazi-hoer! 4 reten! Als hij zeg maar ziek is en hij moet hoesten, dat gewoon alle poep gewoon in één keer eruit komt. Dat het grijpt. Dat gewoon zo... Denk ik wel. Ik denk dat je gewoon een soort gruis van zijn staartbeentje eruit ziet komen. Zo. Ja. Pof. Dikke paaltjes, kleine jongen. Nee. Nee. Grote palen en anussen. Ja. 5 reten. En nu denk je van ja, naaien, hartstikke leuk. Maar hoeveel naaipatronen heeft deze elektrische naaimachine dan? Kijk eens aan. Dit vind ik wel een baas. Dit is top tv, hè? Ja, dit is echt. Ik zou dit een hele dag kunnen kijken. Sterker nog, ik weet uit betrouwbare bronnen dat jij dit vaak de hele dag kijkt. Zondag de broek uit en gaan. 237 verschillende naaipatronen. Dit zegt mij niks. Dit zijn wij als wij weer een auto moeten verkopen voor Autobahn. Ja. 370 pk, denk ik. Wat heeft hij allemaal? Ja, wacht even. Drrr, en dan 750, hoe noem je dat? 750 watt per minuut. Steken. 750 steken per minuut. De kortingsbrigade, moeten ze nomineren voor de televisiering. Ja. Kunnen we dat niet doen? Ja, ik ben voor de kortingsbrigade.nl nomineren voor de televisiering. Automatische, wat was het nou? Ja, we kunnen er natuurlijk lachen erover doen. Maar ik heb intussen wel gewoon 2 single naaimachines thuis staan. 4 reten. Ik hou ook van naaien. Met de moeder van René. 5 reten. Ik denk dat René zich echt nooit meer gaat verslapen. Als hij ziet wat jij voor schade hebt aangericht in zijn gezin. Bier aan de kut. Leuk hè, die Brabantse gezelligheid. Maar zou die hond dan kut heten? Dat zou ook wel leuk zijn. Hé, hey, kut! En terugkomen met bier.
Hey, pils! Er staat in, je hond is niet je slaaf en dat soort dingen allemaal. Maar je laat je hond wel, zeg maar, openlijk buiten schijten. Ja, en buiten dat zijn honden vinden het, gewoon fijn om hun baas te behagen. Dus die doen graag iets voor hun baasje. Bier aan de kut! Zo'n hond heeft A, niet in de gaten dat bier is. En B, begrijpt hij toch niet als je gewoon kut tegen hem zegt. Nee, maar wordt toch een mens best friend genoemd? Ja. Maar ja, de hond is niet een slaaf. Ik bedoel, ik neem niet aan dat ze vroeger in de slavernij dan ook... Slaves, a man's best friend of zo, zeiden toch? Apport kut. Ja. Hey, pils! Sowieso, de baasjes halen altijd brokken en water voor de hond. Dus waarom zou het niet eens een keer andersom zijn? En wie weet blaft hij ook heel vaak gewoon... Hey, kut, haal eens brokken tegen zo'n baas. Bier aan de kut! Dieren moeten gewoon luisteren naar hun baas. Alles anders maar wat beter hun best moeten doen tijdens de evolutie. 5 reten voor de hond. Ik laat René's moeder ook altijd bier halen. 4 reten. Let's work. Let's go. Oh, still got my money. 4 o'clock and we're going home. We hebben Olga gevraagd. Jullie hebben allemaal Olga gevraagd. Met succes. Gestalkt. Want ze heeft op Instagram gezegd tegen ons in een privébericht. Ik kom. Oké, ik kom. Dus wij blij. Maar ze speelt nu een beetje hard to get. Want ze reageert nu verder niet meer op berichtjes. Dus Olga. Je weet dat we je weer gaan noemen in deze uitzending. Zou je langs willen komen? Dat zouden we echt willen worden. En wij willen ook wel naar België komen. Wij willen absoluut naar België komen. Voor jou komen we naar België. Voor haar gaan we ook ergens anders heen. Hey! Yellow Butterfly zegt... wanneer komt er eens een lekkere vent op bezoek bij Dumpert Reten? Vrouwelijke reguurders willen ook wat. Smiley. Pakistan op bank schrijft... Quit. Thor is een Germaanse god, geen Griekse. En dat klopt, ik had vaak gelijk vorige week. Hier zat ik er echt gigantisch naast. Ik maakte inderdaad gewoon een fout, een gruwelijke fout, spijt me. Thor is een Noorse god, net als uiteraard Odin, Freya, nou ja, noem ze allemaal maar op. Kan gebeuren. Ja, Loki. Beun-kop schrijft, suggestie voor een gastvrouw, Tess Wester. Dat klopt, en daar hebben we ook een aantal berichten naar gestuurd via diverse kanalen. En die reageert echt helemaal niet. Haat aan het haten schrijft, bedankt voor de pus-aankondiging van Leeuwen. Dikke pus en dikke vrouwen zijn vervelend. Klopt, Van Leeuwen heeft vaak goede input in Dumpert Reten. Maar vandaag heeft hij zich verslapen. Luie hond. Discrepantie schrijft, beste Luid en van Kweeuwen. Ik ben een amateur gedragsdeskundige die sinds aanvang van deze show, aflevering 1, zich met name fascineert in de persoonsontwikkeling van René. Als Quit er al bij dageraad bij aanwezig was, was er met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ook een fascinatie ontstaan jegens zijn ontwikkeling. Nu zul je vast denken, wat bedoelt hij hier precies mee? Dat zeg ik niet. Doei. Een paar reageurders zitten er dan tussen. Die gaan veel te diep in op wat hier gebeurt. Ja, vind de psychologie ik. Van ons. De hè? Psychologie van de mensen die er dan in zitten. Ja, ben benieuwd hoe ze jou gaan analyseren, Nick. Boes, hallo Johnny Quit en Van Leeuwen. Zoals iedere donderdag kijk ik weer lekker naar Dumpert Reten. Iedere donderdag lijkt het me ook super lach om een keer mee te reten. Kan dat? Met vriendelijke groeten. Nee. Prombaas zegt, hey Quit, waarom zuip je eigenlijk niet? Omdat ik moslim ben. En daarom vind ik het ook zo vervelend dat Donald Trump president is geworden van de Verenigde Staten van Amerika. Wouter9992 schrijft, is het geen idee om de Dumpert-accounts te linken aan Facebook? Als dan iemand weggejorgd wordt, komt diegene niet zo snel meer terug. Wordt helemaal knetter van die reacties overal. Maar we hebben toch helemaal geen zin in huismoeders op Dumpert? De meeste van ons niet. Sommige van ons hier zien graag moeders. Ja, oké, dat is waar. Wow, wat een teringwijf. Dat pusfilmpje heb ik geen moeite mee, maar hier krijg ik echt serieus tranen van in mijn ogen. Maar dat is misschien mijn vaderhart hoor. Kijk, weet je wat het ergste is? Is niet eens het geweld, hè? Het allerergste is dat kind zijn moeder is. Hij is dood. Dat denk ik ook. Nee. Hij is dood. Oh nee, hij leeft nog. Ze hebben hem tot leven geschopt. Juist. Yes. Hey, hij leeft weer. Als zoiets jou overkomt, het enige waar je naartoe wil als kind, is je moeder. Maar die is nu juist degene die het doet. Oh man, dat kind wordt zo'n harde seriemoordenaar, jihadi, president Trump later. Hoppa. En dat is dan het enige leuke in het filmpje. Dat kind dat toch nog even het gevoel van wee, weet je, dat hij even, dat, ja. Maar de rest is gewoon. Wee. Normaal hou ik wel van moeders, maar deze moeder vind ik wat minder. 2 reten. Die loedermoeder, dat is echt een ploert. 2 reten. Ploert. Ja! Te laat! Ja.
Straf, bang! O time do Guarani, a segunda substituição do Guarani. Puxa, hein? Vai, puxa! Misschien zei die scheidsrechter wel van, deze rode kaart is voor je moeder. Maar dat is natuurlijk nooit grappig. Grappen over iemands moeder. Perdeu a linha, o Ferreira Notres, perdeu a linha. Wat toevallig dat we opeens een voetbalfilmpje hebben. Ja, ja, dat reclame-tune. Toto heeft ons gevraagd om wat te vertellen over de wedstrijd van vanavond. Nederland-België, ja, dat wist ik wel. Estamos vendo na decisão da Série C. Ja, Nederland-België. Kun je daar nou over vertellen? Vincent Janssen en Bas Dost samen in de spits, kan dat? Ik denk dat die twee elkaar wel complementeren. Want Vincent Janssen is gewoon de behendige, snelle spits die eigenlijk in alle linies mee kan. En Bas Dost is natuurlijk de vooruitgeschoven spits die een verdediging kan breken met een goede kopbal. En een balvaste aanspeelpunt. Bossa! Vanavond Nederland-België. Ik ben voor België hoor. Want Olga. Nee, Nederland wint. Wordt een declassering van het Belgisch team. 5-1, net als tegen Spanje toen op het WK. Absoluut, 5-1. Het wordt 3-2 voor Olga. Wist je dat zondag speelt Nederland ook tegen Luxemburg? Wist jij dat Luxemburg überhaupt een voetbalteam had? Ja man, ik hoop dat ze alle 12 kunnen. Want je hebt nog wel eens een timmerman die dan een weekendklus heeft en dan niet kan. perdeu a linha. Nederland gaat toch niet verliezen van Luxemburg? Nee, en Donald Trump gaat toch geen president van Amerika worden? Ja, de wedstrijd om Luxemburg is echt voor de punten voor de kwalificatie. Die moet je winnen, want anders hebben we een kutzomer. Ja, maar als Nederland verliest van Luxemburg, dan moet Nederland toch überhaupt gewoon stoppen met voetballen? Zeker waar. Bossa. Nee, ik denk dat we allebei team Nederland zijn, hè, tegen Luxemburg. Ja. 10-1. 10-1. Oh my god. Waar gaat dit fout? We moeten even opnieuw kijken waar dit nou precies fout gaat. Het ging wel echt heel fout. Ik denk dat het bij haar ligt. Denk je dat haar het probleem... Ja, maar zij gaat niet voluit. Zij gaat opeens, oh nee, ik wil... Is het niet die haar dikke... Haar voet glijdt weg. Is het niet die dikke gozer die denkt dat het misgaat, haar buik vastpakt, waardoor ze niet meer wegkomt? Altijd die fucking dikke gozers. Die dikke gozers. Dikke gozers met tatoeages. Dat zijn echt de allerergste. Die zou ik nooit in de buurt van mijn moeder laten. Dikke mannen. 5 reten. Dit was hem, denk ik. Hartstikke bedankt dat jullie gekeken hebben. Vind ik leuk. Wil jij iets zeggen? Ik vond het leuk dat jullie ook keken. Ja, en dan moet René in zijn eentje de afsluiting doen. Ja. En zeg sorry. En dat Nick awesome is, dat hij invalt. Ja. Sorry. Was dat het? Dus, bij deze was dit Dumpert Retus. Wacht, maar zit iedereen niet te wachten op mijn... overwegingen van de politiek en zo? Nee, domme. Oké. Okay. Dit was Dumpert Retus 77. Bedankt Johnny. Bedankt Nick. Misschien tot de volgende week.